Wat moet dit voorstellen, Jeff? Zebra. Zeekoe. Kijk. Ben je een zebra? We zijn vandaag bij Jack's Art. Wij willen graag een mooi schilderij voor boven onze bank. In ons nieuwe huis. Dus we gaan even kijken wat bij ons past. En Jack is een kunstenaar uit Apeldoorn, dus vindt het leuk om iets Apeldoorns in huis te hebben. Dus we gaan kijken of er wat voor ons tussen zit. Je wil iets met de kleur, hè? Nou, hier kleur. Nee, dat vind ik. Ja, jij hebt toch ook een keer schilderij? Ja, dat klopt. Ik heb ook zelf een schilderij gemaakt. Die hangt nog steeds bij ons in de gang. En hoe, wat staat er ook weer op? Leef. Dat was hem. Dat was hem. Oké. Hele pakkende Leef. Tekst. Daarna heeft andere hazen hem wel gejat van mij. Ja. Dus ik zal de schilderij even laten zien. Hij is. Leef. Die heb ik gemaakt. Nou, is toch een mooie schilderij? Prachtig. Deze vinden we echt heel tof. Ja, we twijfelen een beetje. Deze is mooie tekst. En we zoeken nog iets. We weten niet of dat echt pakkend is met die vrouw op de wc, maar. Nee, dat is niks voor jullie. Nee? Nee? Dat is niks? Echt? Nou, wat ook. Ja, dat was een bank volgens mij. Ja, dat was een bank. Alles zit erin. De luxury moments van life. Party, casino, bubbels. Dit is wel heel gaaf. Nog maar zitten. Kijk. Deze heb je wel alle kleuren? Ja, deze is wel echt heel tof. Ja, pak ik hem in. Ja, dankjewel, lachen. Kijk, daar zitten we een beetje zo voor. Jeff, je moet even ernaast gaan zitten, dan zie je het. En dit wordt hem echt wel, denk ik, Jeff. Tof, hè? Ja, heel gaaf. Het lijkt nu net of we heel snel hebben beslist, maar we zijn hier al. Nee, we lopen hier al 3 kwartier rond, dus nee. Jack, bedankt voor je hulp. Ja. We zijn er super blij mee. Thanks. Vandaag heb ik een vriendenmiddag met Danny. We gaan leuke dingen doen. Goedemiddag. Wat gaan we vandaag doen, Danny? Ik heb mijn haren niet gedaan. Oh, nee toch. Jongen, dat had je kunnen weten. Wat ga je doen vandaag? Lunchen. Ciao. Is die open? Inmiddels zijn we goed bijgepraat. Ik weet alles weer van Danny. Ik ben helemaal up-to-date. En we gaan nu eten. Lekkere carpaccio. Uitsmijten. En zelf heb ik de club sandwich. Het lunchen was heerlijk. We gaan naar onze volgende activiteit. Vriendinnen gaan lekker naar de sauna. Weet ik wat allemaal. En wat doen vrienden? Tanden leken. Inmiddels zitten we in de behandelstoel. Massagestoel. Echt? Ook nog massage. Nou, normaal zit je met meer mensen hier in de zaal. Vandaag gelukkig niet. Dus wij kunnen onze eigen film zo instellen. Kijk, we kunnen gewoon de vlog kijken. Kan ik wel gewoon slikken? Nee. Ga ik hem kwijlen? Dan gaat hij overleken. Ik ben wel vast dat hij wel open gaat. Ik heb net geopereerd. Ik kan helemaal geen tv kijken, Danny. Dat ding zit ervoor. Dus we gaan even muziek maar aanzetten zo. Danny, hoe gaat het met jou? Koffie. We kunnen toch het scherm niet zien, dus ik ga even muziek luisteren. 20 minuten moet even gespoeld worden, dat ga ik nu doen. Dat is wel wit, hè? Zo, ik ben klaar. Ik vind ze wit zat. We zijn op inspectie bij onze nieuwe woning. De muren staan, dus we zijn weer een stapje verder. Ja. We zijn er boven, staat de muur verkeerd. We gaan kijken. De muur staat niet goed. Die had echt een klein stukje verder naar achteren moeten, dat we nu een beetje in elkaar zitten met het raam. Ja. Dus dat moeten ze nog even aanpassen. Ja, die muur moet naar achter, want het idee is dat ons bed tegen die muur aankomt. En dan kunnen we om het bed heen lopen. En dan hebben we daar al onze kleding. Komt die achter. Maar nu is de halve kamer weg. Dus. Dat is niet meer. Jeffrey is goed in rondleiding, dus die gaat nu de rondleiding geven. Hier komt de bad. De woonkamer. Ja, dit hoort nog dicht, dit wordt een trapkast.
We nemen u mee naar boven. Even een lampje aan, het is vrij donker. Dit wordt de badkamer. Ja. Ja. Dat ging net goed. Hier het bad. Toilet. En inloopdouche. En ik zal er vast een klein beetje aanvegen. Was je met je voeten in cement. Radiator staat verkeerd afgebeeld. Die komt hier. Daar is onze wastafel en bak en alles. Ja. Mooi uitgetekend in ieder geval. Fijn. Hier hebben we nog een beetje opslag. Ik weet niet, met een beetje leidingen. Dit wordt de head office. Hier komt nog een inbouwkast. Hier komt het bureaustoel. Ja, en de wasmachine komt in de kast. Dus hebben we daar... Hier komt nog een mooi persisch erbij. Het zit een beetje een bibliotheek idee naar te worden. Dan even die trap zien van de zolder. Ja, dit is de Vlizo-trap. Gaat het goed? Ja, bijna. Kijk. Ja, ik kan nog niet, want de vloer is niet goed. Hij is te kort. Nee, er moet nog nieuwe vloer in. Ah. Kijk, dus dat werkt zo. Dat is onze zolder. Zolder, tot slot in de master bedroom. Naar de slaapkamer. Ja, nu nog niet. Maar... De orkaan die waait de muur weg. Kijk even naar buiten, dan kan je het zien. Dan zijn die stijgers weg natuurlijk. Hè? Mooi hè? Ja. Overal aangedacht. Tot zover onze update. Het huis begint echt vol nu te krijgen. Het ziet er kom goed. Leuk.